Chocolatier Herbert Koopmans uit Tubbergen maakt voor het tweede jaar de aspergebonbon. De smaak werd niet gewijzigd, maar het omhulsel wel. Dat kreeg een typisch Tubbergs tintje. Ja, dit jaar weer aspergebonbons. Ja, je zei het al, een uniek omhulsel. Glinstering Tubbergen. Wij vonden het een super mooie vorm eigenlijk om daar een bonbon mee te maken. En daar zijn we samen met de gemeente Tubbergen in overleg gegaan. En uiteindelijk tot het resultaat gekomen zoals die er nu is. De mal is eigenlijk gewoon een kloon van dit steentje. We zijn met een bedrijf in België in gesprek gegaan. Of ze die mal konden ontwikkelen. We hebben zo'n steentje erheen gestuurd. En we hebben daar verschillende proefmodelletjes van gekregen. En eigenlijk een testmodel. En daar zijn we mee aan het testen gegaan. En na een kleine aanpassing was het perfect. En ja, is die 1-op-1 helemaal gelijk. Dus heel gaaf. Ja, echt heel gaaf. Als je de goede lichtopvallen hebt van al die kleine vlakjes, dan is het net een diamant. Mensen kennen Bakkerij Koopmans. Mensen kennen de familie Oude Luddekuis in Mander. Mensen kennen de asperges van de familie Oude Luddekuis. Ja, en ik geloof wel in samenwerken. Vooral nu in deze tijd. Waar toch wat iedereen afstand moet houden. En iedereen graag wil weten waar zijn eten, voedsel vandaan komt, denk ik wel dat we daar gewoon heel transparant in kunnen zijn. Asperges komen uit Manden, chocola komt bij Bakkerij Koopmans weg. En ik geloof dus ook dat we het met de gemeente moeten doen. Kijk, Tubbergen is niet alleen Tubbergen. Tubbergen is ook Mander, Vassen, Vlering met hun kroezenboom, Vassen natuurlijk met de prachtige watermolen van Bels en Frans die daar zijn. De motorrace van vroeger. We hebben dus zoveel historie in de gemeente Tubbergen. En daar staat ook dit steentje wel een beetje voor. De glinstering. Dus we mogen best wel trots zijn op de gemeente Tubbergen, vind ik.